tussen twee haakjes. Ik denk dat jullie Thomas en mij ergens in dit verhaal gaan helpen. Als Dizon hier nog wat zaakjes te regelen heeft, betekent dit dat er problemen op de loer liggen. Weg jij, vlieg! Maak dat je wegkomt, jij! Ga iemand anders lastigvallen! En nu wegwezen! Oeps, tikkie te snel. Je moet je ook beter concentreren, Thomas. Je hebt nog mazzel dat die stootblokken er staan. Daar zijn stootblokken ook voor. Ze houden de locomotieven tegen. Waarom sta je met je achterlijf in de loods, James? Ik zie het een beetje zwart in. En dat is niet zo best als je zo rood bent. Ik was ondeugend en meneer Topham Hatt vond dat ik maar eens goed moest nadenken over hoe ik mezelf een beetje nuttig kan maken. Hij is een beetje boos op me. Hij wil gewoon betere locomotieven van ons maken. Thomas! Hij zegt dat hoe harder wij werken, hoe minder we de hulp van Diesel nodig hebben. Jou helpen? Jullie zullen altijd hulp nodig hebben. Stoomlocomotieven zijn laffe, krakkemikkige, afgeleefde stukken ijzer die nog geen vlieg kwaad kunnen doen. Dat is niet waar. Ik dacht het wel. Niet dus. Wel eens. Goed, ik ben hier om de verdwenen locomotief te zoeken. En als ik die straks heb gevonden, ga ik haar vernietigen en jullie het leven zuur maken. Net zo lang tot jullie niets meer zijn dan een stel nutteloze theepotten op wielen. Toch, Pidgey? Reken maar, die zon, ze gaan eraan. Wij zijn nuttige locomotieven. Je kunt ons het leven niet zuur maken en je gaat niemand vernietigen. Wij zullen je wel tegenhouden en anders doet meneer conducteur dat wel. Ik ga hem meteen halen. Welke verdwenen locomotief?